engste, gevaarlijkste villa waar we echt ooit zijn verbleven. Water! Wacht, je valt hier recht, weg naar beneden. Ze bijna gaan raften. Deel, krokodil! We vallen alle kanten heel goed vast. We gaan 6 meter naar beneden. Komt ze dan opeens aangelopen met iets een babyvogeltje. Oh, wij hebben zojuist de grootste spin ooit tegengekomen. Waar zijn we beland? Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Lacap. Vanuit een nieuwe locatie hier op Bali. En ik moet zeggen, dit is echt onze mooiste, dikste, duurste, maar ook gevaarlijkste villa die we tot nu toe hebben gehad. We gaan het jullie zo meteen allemaal laten zien. Mocht jullie afvragen van, jullie gaan naar zoveel plekken, zoveel villa's. Dan komt het dat wij hier 4 weken aan het doorreizen zijn door heel Bali. We filmen ook niet elke dag. Dus ja, het leek ons wel leuk om jullie wel steeds een verblijf te laten zien. Want ze zijn ook wel echt heel erg leuk. Maar goed, genoeg gepraat. Tijd om jullie het verblijf te gaan laten zien. Ik heb mij 2 mannen bij me die al een beetje bang zijn. Wat zag je voorbij komen? Ja, hier staan een paar weken op zitten. Wat is er? Hier. Oh, bijna. Ja, we komen. Oké, dit valt mee. We hebben wel wat ergers tegengekomen hier. In ieder geval, laten we beginnen met de tour. Ik ga jullie gelijk het prachtige uitzicht hier laten zien die ik hier heb. Kijk. Even aan. We zitten weer midden in de jungle. Laten we beginnen met een tour. Ja, dit is echt wel een plekje hier zo. Midden op deze lichtpark. We gaan hierheen. Dan komen we even hierheen, want dit vind ik oprecht echt leuk. Dit is de slaapkamer. Namelijk bij de slaapkamer. Kom hier binnen. Heb je de badkamer. Ja. En dan niet zomaar de badkamer. Als je hier buiten douche. Gaat. Ja, de badkamer gaat gewoon door naar buiten. Oké. Dit is echt door ik helemaal verliefd werd. Check dit. Gewoon een buitenbad. Tussen het groen hier zo, dan zit je hier lekker te wachten op de beesten die gezellig bij jou in bad komen. Oké, we hebben Mia's in the house. Ilek in the house. Oké, we lopen langs het zwembad door naar de volgende slaapkamer. Kijk, gisteren was gebeurd, jongens en meiden. Kijk, ze rennen er al allemaal heen. Kom. Want hier heb je de badkamer, nummer 2. Lekkere douche, maar dan. Heb je hier een wc? Er is niet zomaar een wc. In ons vorige huis had je hier een doorspoelknop, hè? Ja, dus wij dachten van, oeh, where is this better for? En dan denk ik mezelf van, ik doe, neem afstand. Dan denk je, dan doe je dit naar voren en dan komt hier opeens wat uit. Moet je kijken, 1, 2. Het zwembad werkt gewoon helemaal tot hier. En mocht je afvragen wat dit is, jongens, dit is eigenlijk... Dit is om je binnen schoon te maken. Oké, we gaan eventjes door naar de andere kant van de villa. Dan lopen we weer over dit leuke pad hier zo. We gaan er weer door. Hey, baby. Oké. Netjes. Hey. Komen we bij chillplek nummer 2. En hier een mooie bad. Chillplek nummer 3. Waar je lekker kan zitten. Waar je uit kan kijken naar de jungle. Ik zou een file halen, dat was zo mooi, dat is zo weer ingraven. We zitten echt inderdaad helemaal midden, maar kijk eens. Als je goed kijkt, zie je ook apen daar zo. Daar ergens. Aan de andere kant hier. Ja. Maar kijk even hoe tof dit is. Als iemand aan het zwemmen is, kijk jezelf via hier zo. Kan je lekker gezellig zwaaien naar elkaar. Echt super leuk. Kijk. Jongens en meiden, ik ga jullie wat laten zien. Ik kan lopen over water. Hij loopt over het water. Hoe dan? En dan hebben we hier nog 1 gedeelte die we jullie ook even gaan laten zien. En dat is namelijk het binnengedeelte. Keuken hebben we hier. Dus eetgedeelte. Bank. En dit is dus eigenlijk gewoon leefruimte. En we hebben een gast. Oké, ik werd zojuist aangebeld door een medewerker van de villa zelf. Want wij zijn niet zo heel erg blij met deze villa. Ook gevaarlijk, zoals ik eerder zei, dat ga ik hier zo laten zien. Maar wat er hier dus gebeurt, er wordt heel veel rondom de villa gewerkt. Het zet veel geluidoverlast. Maar goed, je kan nu zien, we zijn echt net op het juiste moment weggegaan. Want ze zijn hier letterlijk naast met cement aan het gooien. Hier was ik net aan het openen. Er zijn nog meer dingen hier allemaal mis aan het gaan. En daarvoor is dat mannetje hier achter dus. Oké, de man is weg. Maar je ziet dus nu ook allemaal al rook voorkomen. Het is echt zeg maar een beetje zo. Ik wil één ding laten zien. Kom eens. Insta versus reality. Super mooi, maar echt gevaarlijk. En het gevaarlijke gaan we jullie laten zien. En als ik het heb over gevaarlijk, is het gewoon levensgevaarlijk. Blijf hier, besef. Ilai, Mias, Debra zouden hier gewoon kunnen lopen. We zijn vooraf niet gewaarschuwd. Durf hoeveel niet meter aan. Zou dit zijn? Kijk even. Je valt hier recht weg naar.
ver beneden. Dat ga je gewoon ook. 20 meter? Ja, nee, 20 denk ik wel. Hoe valt hier? Naar beneden. We krijgen helemaal kippenvel. Maar dat kunnen ze dus ook via binnen. Wacht. Want het is namelijk super makkelijk voor de kids om dit te doen. Zo te doen. En hier heb je weer precies. Dus zo, kijk, precies. Op, maar... Of er is één iemand die denkt. Ik voel mijn aapje, ik was slingen. Nee, Sjaan, nee, geen grappen. Dus levensgevaarlijk hier, we gaan snel naar binnen. En ook heel gemakkelijk, via hier, kan je als kind... Zo, ik weet niet wat ik daar hoorde. Als kind zijn die hierheen lopen en hier gewoon precies hetzelfde verhaal. Echt werkelijk waar, de engste, gevaarlijkste villa waar we echt ooit zijn verbleven. We stappen de auto uit en we zijn hier met onze vriend. Kom maar! Wat gaan we eten? Nasi goreng! Yeah. En we hebben hier nasi goreng! We gaan even goed eten, want wat we zo meteen gaan doen, jongens, we gaan raften. We zijn aangekomen hier zo op de plek waar de rafting eigenlijk begint. Zwemvest aan, hel mee, paddle mee, maar de vraag is: of Mias ook gaat paddle of niet? Dit is gewoon ja. Dus, ook... Kom maar, gaat gezellig mee, ja. Oké, hier als zo. Mijn naam kom eens. Kom eens. Ja. Je bent de pedal also? Ja, no. Wij mogen gaan zitten zo meteen. Oké, en hier? No. En hier? Oh, jij zie je een grote man gehoord, jij. Oké, we lopen deze kant op. Devran, waarom is jouw stok afgepakt? Hè? Oh, Ina had ze ook uiteindelijk even. Die vertrouwen ons nu al niet. Onze limousine is aangekomen hier zo. Even zitten, we gaan. En dan zeggen we, hoe let de dogs uit? Ik zeg, hoe let de dogs uit de hele tijd? En opeens is hij heel rustig hier zo chillen, op ons heen aan het kijken. Opeens zegt hij, hoe let ze doen? Wat time? Hoe let ze doen? Hoe let de dogs uit? Who lets the dogs out? Yeah! Oké, we zijn het autootje uit. We moeten nu even een stukje lopen. Hier zijn al die hanen die ze dus houden in die hokken voor de hanengevecht. We hebben het al eerder gezien. Dat is hier echt ja, traditie op Bali. Wij vinden het natuurlijk zielig, maar voor hun is dat onderdeel van hun geloof, tradities. Hier is de Lamborghini, hè? Huh? Hier is Lamborghini, hè? Waar is Lamborghini? Yeah. Oké, we gaan een stukje door de jungle lopen. Ik heb gehoord dat het hier heel gevaarlijk kan zijn. Je moet even oppassen, kijk goed. Esther, want als je vol achter je kijkt... Ja. Hij twijfelt nu echt. Dan zal ik lopen of niet? Oké, we lopen zo dus de jungle uit. En check eventjes hoe fantastisch het uitzicht hier is. Wacht even. Heb je nou gezien dat we straks met deze boot naar beneden worden gedropt? Nee joh. Hier zo. Nee, dat is een grapje. Die boten worden gewoon met de kabelbaan naar beneden gedaan. Maar kijk even. Wow. En helemaal naar beneden. Zag je wat roods erbij komen? Daar gaan we dus raften. Dat betekent heel veel trappen naar beneden. Oké. Het traplopen gaat beginnen. Dit worden zoveel trappen. Oh. Oké, we lopen nog net maar een paar trappen naar beneden. Dit is ook nog best wel een lastige trap. Kaars recht naar beneden. Debbie, hou je goed vast alsjeblieft, want kijk dit. Ik ben wel echt blij dat we gewoon naar beneden gaan, niet naar boven. Dan zou ik kapot gaan. We moeten straks ook nog naar boven natuurlijk. Mia, zwaar hè, al die trappen. Ja, kijk hoe het zwaaien. Oké, we zijn aangekomen helemaal beneden. Dit is het startpunt van onze locatie. Wij gaan straks ook dus zo'n bootje in. En ik moet zeggen, het ziet er zo gigantisch mooi uit. Het water stroomt ook best wel redelijk hard. Ik zie best wel wat rotsen. Dit wordt zo gaaf, Eli. Oké, onze boot staat klaar. We gaan over naar de GoPro, want anders ben ik zo meteen mijn camera kwijt. Oh, die gaat hierin. Hoppa. En wij gaan hierin. Let's go. Oké, Debbie en Eli zitten voor. Mia zit hier achter ons. En ik krijg net te horen dat het 10 kilometer is en 2 hours, right? Het wordt heavy, hè? Ja, dit is vandaag heavy. Yes, extreme. Ja, extreme. Mia, hou je goed vast, ja? Oh my god, we afdalen jongens, we zijn heftig. Bibi is helemaal nat hier zo. Kijk hier. We vallen alle kanten op. Dit is toch maar het begin.
Ik maar heel eerlijk, dit is wel echt vet. Dat is zo leuk. Dit is echt vet. Echt mooi. En we zitten vast. En we zitten vast. Oh, hou je vast. Oh, oh, hou je goed vast. Boeboes, zitten. Dat betekent trouwens zitten, dat okay. Zijn voor. Demi, hou je vast. Oké, hij gaat er nu uit. We houden iedereen tegen, oh, knal zo. Ah! No, no. Oh. Nog een rots. Nog een rots. Kijk uit. Ah! Oké. Okay. Nee, wat heb je? Wat is dit? Even tegen rotsen aan. Wat is dit, jongens? Kijk dan. Waarom zitten wij zo veel vast? Waarom zitten we alleen vast hier zo? Iedereen vast. Oh mijn god. Echt. Dat is iemand uit, ja. Oké. En we gaan weer achteruit. Ga hier zo verder, maar ook al lijkt het misschien alleen maar groen. Oh, oh, zit. Ik wil dit zo wat moois zeggen. Boep, boep. Dan kom je aan hier. Oh. 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 Oh, no. Oh. Hou goed vast. Oh. Helemaal weg. Mini. Nee. Wat zeg jij? Het regent? Het is waterval hier, schat, het is geen regen. Onze instructeur ook weg. Zo flauw. Onze instructeur en het ding zijn eruit gevallen. Oh nee, oh nee. Oh, en wij gaan boksen. Dit is waarschijnlijk een mooi plekje. Iedereen staat. Oh my god, dit is echt mooi. Oké, één keer even een goede shot met onze grote camera. Wauw, kijk dit joh. Ilay, ga je verder zwemmen of ga je met de boot? Nee, niet doorslaan, dit mag een grapje, Wat ga jij doen? Demi! Hey, krokodil! Nee, grapje. Here we go again. Boom, boom, zitten! En wij knallen op zoveel plekken, is niet normaal hè. Kijk hier weer, alweer. Oh, oh, zo. Oké, opeens allemaal apen hier. Kijk, allemaal apen hier. Kijk, hier twee apen. Ik kan jammer genoeg niet beter inzoomen met de GoPro, maar zo vet. Oké, ik moet je vasthouden. Wacht even, deze twee zijn. Al die vrouwen op Instagram zijn die zien. Lekker man. Oké jongens, ik ben net dat griet van deze tempel hier zo. Zegt hij opeens, er is 6 meter glijding. 6 meter glijding. Ja, pedal. Pedal stop, oké. Hou jullie heel goed vast, we gaan 6 meter naar beneden. Oeh, let the dogs uit, zegt hij jongens, met die wat durf. Jullie, hou je goed vast. Is ze klaar? 1, 2, oh. Why not that way? That way was better. Danger is good. Danger is content. Oké, wacht even. Kom maar eens weer, boot uitgesprongen. Ja, kom. Oh, very cold. Koud. Ilay. Wat is af en toe het echt diep, hè? Af en toe het echt super diep. Een kind. Rustigste plek die ik nu toe heb. Ilay, je moet dan terugkomen. Ilay! Nee, we zijn hier uit. We zijn aan het einde gekomen. Ilay die wou even lekker gaan zwemmen hier zo, maar ik voel best wel stroming. Maar echt, wat mooi en wat een rust hier zo. We zijn teruggekomen op het bewoonde land. Maar jongens, bij de geloof het of niet, we hebben net 20 minuten trap gelopen. Omhoog, dat is zwaar. We gingen gewoon omhoog lopen. Mias, was het zwaar? Was je moe? Ja, hè? Ja, hij heeft gewoon wel zijn schootjes aan. Echt, zonder conditie moet je dit echt niet doen. Maar Esra, hoeveel helmen kun je dragen, joh? Hè? Huh? Wat zei je? Kapstok. Kapstok. Maar
Dat was echt zo vet op die jongens. Dat was leuk, hè? We zitten weer in de auto en we hebben hier al onze koffers. Wij zijn zojuist naar onze villa gegaan om alles heel snel in te pakken. Want omdat het eigenlijk niet echt veilig en goed was, hebben ze besloten ons over te plaatsen naar een andere villa. Die gaan we zo zien. Yeah. En check bijvoorbeeld hier even. Je ziet gewoon, je denkt, oké, een mooie villa. En dit is letterlijk wanneer je eruit loopt. Gewoon midden tussen de bouwval en bouwmedewerkers. En dit is dus letterlijk naast onze villa. Allemaal cement, machines die ze gebruiken. Het is inmiddels de volgende dag. We zijn aangekomen bij onze villa. Gisteren was het een beetje alleen heel laat geworden, want we heel erg lang hebben vastgezet in de files. Maar goed, we zijn nu aangekomen. En als we naar buiten kijken, is het even tijd voor iets anders. Dus dan komt het snel. Dit hebben we nog niet gedaan. Oké, oké. Wacht. Ik laat jullie nog niet alles zien. Wat gaat ze dan doen? Kom. Oké. Dan zeg ik, hallo mijn neemers. Perfecte plek. Jongens, kijk dit uitzicht op rijstenvelden. Prachtige rijstenvelden hier zo. Helemaal niemand hier. En ik dacht dat onze vorige villa de grootste en dikste was. Maar ik kan zeggen dat deze upgrade inmiddels de grootste en dikste is. 2,5 keer groter. Check ook hoeveel lichtbedden er hier ligt. Dat is gewoon helemaal voor ons alleen. We hebben hier slaapkamer 1, slaapkamer 2. En dan ga je zo door met het zwembad. Zelfs dat aan de overkant. En het zwembad die stopt niet hier. Die gaat gewoon door. Dus kijk hoe gigantisch groot. Hier heb je dus ook nog 3 slaapkamers. Dus in totaal gewoon 5 slaapkamers. Zoveel hebben we niet eens nodig. En dan vanuit hier de woonkamer in. Keukentje. Nias. Debbie. Mega grote tafel. Kijk even hoeveel stoelen. Laat ook wel zien hoeveel mensen. 7 tafeltjes. 7 tafeltjes. Mias die even zijn dance moves laat zien. Ja. Yeah. Yeah. Hey. Oh, hey. Wauw! Oh! Ja? Het gaat goed, hij gaat op. Hij stopt niet! Hij valt, maar hij doet gewoon een bij hoor. Heel mooi, bedankt voor deze prachtige dansmoves. Terwijl we hier heerlijk aan het genieten waren van een ontbijtje, komt Sam opeens aangelopen met iets wat hij heeft gevonden. Jullie gaan dit nooit geloven. Kijk zo, lief keukentje. Het is een babyvogeltje. Hij heeft zijn mondje open. Ja, maar hij is helemaal uitgedroogd volgens mij. Uitgehongerd, dorstig uit. We konden geen mamaatje vinden, niks. Dus we hebben even een bakje met water, wat kruimeltjes, brood. In de hoop dat hij wat... Hij wil dat in zijn mond volgens mij. Kijk, hij doet zijn mondje open. Oh, hij eet een beetje. Ja. Wil je we hopen zo dat hij gaat aansterken. Ja, maar toen viel hij de hele tijd zo om, zijn ogen is dicht. En nu we dit hebben gedaan, is hij eigenlijk een beetje opgefrist. Oké, terwijl we op zoek zijn naar het nestje van dit kuikentje, van dit vogeltje, zijn we zojuist de grootste spin ooit tegengekomen. Ik kip het wel als een gek. Oké, maar waar is die nu? We zijn op een gevaarlijke missie. Waar? Waar zie ik hem niet? Hij zit hier. Nee, dat meen je niet. Eli, durf jij dat ding te bewegen? Ja, ik durf wel, moet ik doen. Oké, doe maar. 3, 2. Hey, ja, hij gaat naar boven. Hij is er. Wat is dit, jongens? Oké. Hou babyvogeltje veilig. Ja, ik heb hem hier zo bij me. Deze spin moeten we sowieso wegjagen, want ja, ik bedoel, we slapen hier, we willen geen spinnen vannacht. Nee. Tijd om te beginnen met missie verwijder mega spin. Oké. Krijgen we hem weg, de Porsche? Ja, kijk hem springen, kijk hem gaan. Oké, weg. Weg! Niet bij duwen. Oh, is er? Oké, we gaan hier weg. Dat is het vogeltje! Waar? Daar! Een kikker! Wat is dit allemaal? Ja, hier, kikkertje. Het wordt steeds erger, Ajoe! Die kon ver springen! Waar zijn we beland? Maar volgens mij zagen we dus net een mamavogeltje zitten hier ergens in deze boom. Alleen ik zie nu niks meer. Oké, we hebben jammer genoeg niet moedervogel kunnen vinden. Dus wat we hebben gedaan is een babyvogeltje even aan de buren hier gegeven. Wat ook onze laatste dag is en wij hier ook weer moeten gaan uitchecken morgen. En we hopen dan dat het babyvogeltje natuurlijk daar kan aansterken en uiteindelijk kan vliegen. We hebben in ieder geval ons best gedaan. Wat ik ook ga doen is deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie met ons hebben meegenoten. Dan zeg ik abonneer en tot de volgende keer. Doei!